Dansen en muziek spelen een grote rol in het leven van de mens. Overal ter wereld wordt ritmische muziek gemaakt om op dat ritme te kunnen dansen. Dat is heel normaal in verre exotische landen. Dansen, ritmisch bewegen, een toneelstuk opvoeren in de vorm van een dans, het is allemaal heel erg menselijk. Het is dan ook gewoon in eigen land. Ritmes spelen een grote rol in ons leven. Ze nemen ons mee, brengen sfeer of zwepen ons op. Maar ze doen nog veel meer, vaak zonder dat we het merken. Een proefpersoon moet een verhaal schrijven terwijl hij via een hoofdtelefoon iets te horen krijgt. Het schrift van deze proefpersoon blijkt er op het ene moment heel anders uit te zien dan op een ander moment. Soms zijn de letters afgerond en biedt de tekst een evenwichtige aanblik. Als er andere informatie binnenkomt door de hoofdtelefoon, kan zo'n schrijfbeeld optreden. De letters krijgen scherpe punten. Er kan zich ook een combinatie van beide typen schrift voordoen. Scherpe punten naar boven gericht en boogjes aan de onderkant. De schrijver is zich totaal niet bewust van de verschillen in zijn schrijven. In zijn hersenen komt informatie binnen door de hoofdtelefoon. Die informatie beïnvloedt zijn hersenactiviteiten, de zogenaamde hersenritmes. De wijzigingen in de hersenritmes beïnvloeden op hun beurt het gedrag, zoals hier het schrijven. Inwendige ritmes en gedrag hebben alles met elkaar te maken. Een mededeling of muziek kunnen onze inwendige ritmes beïnvloeden. Een heel belangrijk ritmisch gebeuren is het verloop van de dag. De zon komt op, gaat onder, komt op en gaat weer onder. Altijd maar weer herhaalt zich dit verschijnsel. En afhankelijk van dit ritme gaat een bloem 's morgens open en sluit zich weer als de zon ondergaat. Ook de mens kent regelmaat in het gedrag. De baby valt op eenzelfde tijdstip in slaap. Het maakt nauwelijks uit waar hij zich dan bevindt. Zelfs in een draagdoek valt de baby in slaap. Een soort inwendige klok bepaalt hier het gedrag. Ritmes zijn niet bij elke soort gelijk. Mensen en zwanen zijn duidelijk dagdieren die overdag een activiteitspiek vertonen. Veel knaagdieren zijn juist actief als het donker is geworden. Dieren uit een gebied met eb en vloed zijn helemaal niet onderhevig aan een dag-nachtritme. Hun activiteiten hangen samen met de maanstanden of met de getijden. Voor mensen en dieren die zich moeten handhaven in een wisselende omgeving, zijn inwendige ritmes nuttig. Ze helpen mee tijdig maatregelen te nemen voor wat er gaat komen. Een schuilplaats zoeken voor de nacht of zorgen dat je tijdig terug bent in dieper water kan niet worden uitgesteld. Het nog ongeboren kind in de buik van de moeder kan evenwel zelf weinig doen. Ook een spijsverteringsritme is niet nodig, omdat de darmen van het kind nog geen voedsel opnemen en verteren. Het heeft zelfs geen problemen met een steeds veranderende omgeving. De moeder zorgt voor alles. Het kinderhart hoeft niet eens sneller te kloppen om inspanningen het hoofd te bieden. Toch krijgt de foetus wel informatie uit de buitenwereld. Het hart van de moeder klopt immers. En de regelmatige, doffe geluiden daarvan bereiken ook de foetus, al worden ze van ons overstemd door het snel kloppend hart van de foetus. En als de moeder beweegt, wordt het evenwichtsorgaan van het kind in de baarmoeder geprikkeld, bij elke beweging opnieuw. Direct na de geboorte begint een belangrijk regelcentrum de ademhaling te besturen. Voor het eerst werken de longen en ze mogen niet meer ophouden. Een inwendig onbewust besturingsproces veroorzaakt de regelmaat in de ademhaling. Andere automatische regelsystemen moeten vanaf de geboorte de regeling van de lichaamstemperatuur verzorgen. Het slaapgedrag is in de eerste maanden vaak sterk afhankelijk van de voeding. Luidkeels maakt de baby duidelijk dat het wil eten. Na het eten valt het weer in slaap.
Pas na geruime tijd leert het kind dat er 's nachts geslapen moet worden. Een heel duidelijke ritmegenerator is in het hart te vinden. Daardoor klopt het hart zo regelmatig. Metingen van het verloop van de bloeddruk in het hart laten die regelmaat zien. En of het nu gaat om een animatie of om het levende hart zelf, het ritme is duidelijk. En dat ritme blijft een hoofdrol vervullen, een heel leven lang. Bij elke hartslag wordt er bloed in de slagaders geperst. Die zetten even uit en trekken meteen weer samen. Hun bewegingsritme is dat van het hart. In de pols zit ook een slagader. Een rustig kloppend hart betekent een regelmatige polsslag, waarmee men zelfs globaal de tijdsduur van bepaalde processen kan bepalen. In een slapend mens verloopt de ademhaling bijzonder gelijkmatig. Het ademhalingscentrum in het verlengde merg is voor deze regelmaat verantwoordelijk. Röntgenbeelden laten zien hoe de borstholte ritmisch groter en kleiner wordt. Hier zijn vier verschillende ritmes uit een menselijk lichaam in rust weergegeven. Het hartritme staat bovenaan. De verschillende onderdelen van de hartslag zijn apart te herkennen. Daaronder staan de harttonen. De volgende lijn geeft de bloeddruk in de aorta weer. De op- en neergaande rode zone vertegenwoordigt de ademhaling. Bij 36,5 graden Celsius verlopen de vier processen langzamer dan wanneer het lichaam 41,5 graden Celsius is. Bij een zeer lage temperatuur verloopt alles trager en minder intensief. De hartslag van een klein kind is veel hoger dan die van een volwassene. De levensprocessen verlopen dan ook snel. In verschillende ritmes van het menselijk lichaam is de invloed van de dagcyclus te herkennen. De blauwe lijn geeft het weerstandsvermogen van het lichaam aan. Dat is 's nachts laag, maar stijgt sterk tegen de middag en daalt in de avond tot een dieptepunt. De rode lijn laat zien hoe de geestelijke activiteit verloopt. De grillige lijn geeft de celdelingsactiviteit weer. Zo verloopt de celdeling in de loop van de dag. Weinig activiteit midden op de dag, maar des te meer gedurende de nacht. Onregelmatig werk, vooral nachtdiensten, kunnen problemen veroorzaken. De mens moet dan verantwoordelijk werk doen, maar is op dat moment in een dieptepunt van zijn geestelijke activiteiten. Een vergissing is dan eerder gemaakt dan overdag. Ook als men naar een gebied vliegt waar een andere tijd heerst, kunnen er problemen optreden. Die staan bekend als jetlag. Onze inwendige ritmes zijn niet snel en als een klok naar willekeur te verzetten. Over dit onderwerp is een interessante proef gedaan. Een groep vrijwilligers werd in een mijn opgesloten en voortdurend geobserveerd. Daglicht was er niet en het licht brandde voortdurend, zodat dag en nacht niet meer bestonden. De een zit klaar wakker te typen, terwijl de ander slaapt. En weer een ander is met het ontbijt bezig. Er stelde zich na verloop van tijd een nieuw ritme in, voor elk verschillend. Ritmes in het lichaam zijn van levensbelang. Als belangrijke ritmes wegvallen, is dat het einde voor het organisme. De dood is ingetreden.